Ja, vrienden, wat is er toch aan de hand met de VAR? Ja, het is elke keer maar weer raak, hè. Elke keer moet het... Steeds dan denk je bij jezelf, nou gaan ze het wel een keer goed doen, hè. Nou gaan ze het wel een keertje regelen, hè. Bij de VAR en bij die KNVB met die scheidsrechters. Nee, hoor. Nee, dat lukt ze maar niet. En dat komt ook om die scheidsrechters die ze nu hebben... Ik weet die namen niet eens van die gasten. Ik zag wie zo'n ene Kerkhof of zo van de Kerkhof. Geen idee. En die... Maar het zijn ook allemaal van die bleekneusjes die er nu komen. Die nu fluiten. Ja, ze kijken ook een beetje... Een beetje zo... Ze kijken... Er gaat niks van uit. En ze nemen de ene... Slechte beslissing naar de ander. Nee, kijk nou eens naar volgende, naar Groningen NEC. Naar vrienden. Nou, even voor alle duidelijkheid. Wat daar nou gebeurt. Die gozer die ligt op de grond. Hè? El Karouani of zoiets. Ja, die El Karouani. Die ligt op de grond. En die krijgt van die Larsen. Die krijgt die bal tegen zijn kop. Ja, nou... En die gozer, die is daar een beetje geïrriteerd over. Die komt naar hem toe. Dat is niet verstandig natuurlijk. Om het zo met die koppen tegen elkaar. Dat moet je ook niet doen. Weet je wel. Want dat ziet er dan meestal niet goed uit. Maar die jongen die deed verder niet zoveel. Die zette inderdaad zijn hoofd tegen zijn hoofd. Zo. En ja. En toen, hup. Rode kaart. Een rode kaart, want hij maakte niet eens... Hij deed dit nog niet eens. Hij maakte amper een beweging. En het was echt geen rood. En dan heb je de VAR daar zitten. En die VAR, die zou dan tegen die scheids moeten zeggen... Ho eventjes. Kijk even mee. Ga nog eens even kijken, want dit is geen rood. En dan was dat opgelost. En nou moet die scheids... Ja... Weet je wel, dit bleekneusje daar, die moet dan achteraf zeggen, nee, was eigenlijk geen rood. Ja, en dankjewel, zegt NEC dan, want die verliezen daardoor de wedstrijd met 4-3. Hey, dankjewel KNVB, goed gewerkt. En nou weer bij Feyenoord, ja, er komt een paas door het midden, hop, paas door het midden op die linzen. Daar staat een verdediger van PEC van de Werf. Die steekt gewoon zo zijn hand uit. Ja, of was het zijn andere hand? Was het die hand? Nou, weet ik veel. Die steekt zo zijn hand uit. Hup. Ja, willen ze weten, is heel bewust. Gewoon zo, hup, handje uit. Ja, en je houdt de bal tegen. En Linse kon zo doorlopen. En dat is dan geen rood. Natuurlijk is dat rood. Maar het bleekneusje daar, die geeft dan geen rood. Ja. En de VAR zegt dan niet, ga even kijken. Want dit is dan een gevalletje van, dit is wel rood. Nou vrienden, gooi het maar in mijn pet. Met je VAR. Want ik geloof er niet meer in.